Sonja's? Hoezo? Ik ben altijd verliefd op Sonja en Barend geweest. Lieve mensen, ik heb er gewoon schijt aan. Ik heb hier wat meegekregen van de gehuwd. Wie zijn er allemaal gehuwd hier? Even de vinger opsteken. Er zijn maar drie gehuwden. Oh ja, ja. Nou, wordt duidelijk je nog. Het kan heel verfrissend werk op de tuurlijk. We gaan even kijken. Ik heb hier. Op die bloemen. Dat is zoetje. Oh, je hebt een gebeugje wat erin zit, zeg. Ik zal even vertellen, u begrijpt dat deze man zo ontroerd is. De tranen vliegen in zijn schoenen van ontroering. Een gouden plaat heeft... Wat zie ik je nou op mijn kontzak? Zit ik op mijn knieën met de gouden plaat? Zit hij al mijn geld naar mijn kontzak te stelen? Die penningmeester die thuis ook niet. En kijk... aangeboden door de gehuwde, dus door die acht gehuwde. Een fanclub van in Rukven, 2010-84. Jij had een grapje geplaatst, dat jullie wel een gouden plaat zouden krijgen, maar de fanclub heeft zich eraan gehouden. Wel, het is fantastisch. Hoe vind je dat ik dat uitgelegd heb? Ja, het is een zeg oude hufter van, hoe vind je dat? Fantastisch. Goede kloot van mij, ik vind het fantastisch. Leuk, hè? Leuk, hè? Jongens, geef een applausje! Ik heb nog meer van die rotzooi! Van die troep! Houd je kop! Ik heb het... Wie is dat? Dat is een drummer, dat is Piet. Piet Heijnen. Oh, die krijgt niks. Pietje! 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 Hoi, hoi. Hoe vind je? Laat de muziek aan Henk vermijden. Henk, niet te vermijden. Heel fijn. Ho, ho. Aangeboden door de gehuwde. De vrijgezellen doen niks tegenwoordig, want die hebben toch al in zak. Gerrit. Gerritje, waar ben je? Ben jij dat? Hier ben je veel mooier. Applaus en laat de muziek aan Henk. Mooi jongens, hè, fanclub, gehuwde, blijf maar even bij! Op voor de bommen. Je moet die gasten nog zoveel leren hoor, die gasten. Wie is dat? Die zien kaal, hè, die gozer. Gerry, ik bedoel Barry Hughes. Barry Hughes, applaus mensen! Ik heb op mijn kop. Ik heb nog meer narigheid. Ik dacht dat jullie maar vier mensen in de room hadden. Vijf? Die stond er like Barry Kimbel. Is dat die gozer van Kim, jongen? Oh ja! Waar is die? Is je Brouwers? Hallo, ben je? Brouwertje? Is die van de gebroedersbrouw? Nee, toch? Oh, die gozer van Kimbel, jongen. Hé, hey, die is een oude foto zeker niet? Hé, hey, dat is, jongen, dat is de producer. Jullie kennen hem natuurlijk niet. Ik ook niet, maar ik heb wel een gehoord. Hij is zeer beroemd. Geef hem een stevig applaus, want die zorgt dat alles in die groepen komt. En ik moet zeggen, meneer Brouwers, die laatste plaat. Ik ben amateur natuurlijk. Ik vind hem fantastisch klinken. Applaus voor die man. Wat heb hij gedaan? Net hun. En nog veel meer. Hey, gelukkig. Jongen.
dan, ik ga naar huis lekker bij Ingrid slapen, als het mag. Want ze wil nog een tweede kindje. Hartstikke bedankt voor deze fantastische mooie plaatuitreiking. Ik wil onze plaatuitnieuwser Ries Brouwers hartstikke bedankt dat hij vanavond hier aanwezig is. En ik heb nog goed nieuws, want ik kwam vanavond binnen, was laat binnen, en dan komt hij binnen en dan heeft hij weer goed nieuws. Want we zijn binnengekomen in de nationale hitparade van Nederland als best verkochte Nederlandse plaat. Andreasus kwam hoger binnen, maar wij kwamen ook heel hoog binnen, want we zijn binnengekomen bij Avro Stokop. Op 32. Ja! Ben je wel?